komen er 5 dubbelgangers binnen van een wereldster. En deze 5, die zijn geschminkt door ons zo, hè. Make-up afdeling heeft dat gedaan, natuurlijk. En nu is het aan jullie om te raden wie is. Kom maar bij, joh. Die ezel doet niet mee, dus dat je niet denkt van die moet ook, die lijkt nergens op. 5 bekende Nederlanders dus. En zij gaan door voor, dat zul je zo dadelijk zien. En schrijf dan op het bord wie 1 is, wie 2 is, wie 3 is, wie 4 is en wie 5 is. Oké? Okay? Wij gaan starten met het raadspel. Zo, hallo jongie. Weiße Rosen aus Athen. Doch dies die Welt so fremd und du bist einsam. Jij zit goed. Daarom begleiten wir heute Blumen von zu Haus. Weiße Rosen aus Athen sagen wir komm recht bald wieder. Ezel wil niet weg. Alle shots in de war. Ik moest hier achterlangs lopen, dat ging dan niet. Guus, misschien wil je die ezel zelf even weghalen. Wij hebben hier, dat heeft u gezien, dames en heren, dit is... U mag niet meer schrijven. Wie denkt u? Ja, Corrie Konings, inderdaad. Hallo, Corrie. Hi. Ja. Jouw single gaat goed, hè? Fantastisch, ja. Ja. Hebben we van jullie weer een LP? Nou, dat gaan we van de winter opnemen en we hopen dit jaar dat nog uit te brengen, maar anders desnoods volgend jaar. En hopen wij jou weer in het programma te hebben. Fijn, fijn dat je er was. Corrie Konings. En dit wordt moeilijker. Hoe? Pussycat, ja. Tony Wille van Pussycat. Hallo, Tony. Hallo. Tony? Ja? In mei al was dat je laatste LP, maar die loopt nog steeds en het zou dom zijn om dan een nieuwe te doen. Maar voorbereidingen, ja. Niet alleen met Pussycat, maar ook je solo carrière. Ik ben hard bezig, ja. We blijven bezig. Super. Druk. Ja, toch wel, ja. Okay. Fijn dat je toch de tijd gevonden hebt om te komen, dankjewel. Dames en heren, wie denkt u? Wie? Hans van Wilgenburg. Ja, nee, Hans van der Tocht. Ja, ze riepen het, hoor. Dat was maar een grapje. Hallo, Hans. Ja, zet, durf je die pruik af te zetten? Hans, je hebt een nieuw televisieprogramma. Even de moeite waard om te vertellen. Ja, zeker. Een programma voor kleuters van 3 tot 7 jaar. En dat heet Ik zag 2 beren, Pompidom en Wollebal. 2 hele leuke biertjes met allemaal kleuters op een speelzolder. Ja. En iedere vrijdagmiddag, 4 uur, dus morgenmiddag hier. Nou, ja. je weet waar je aan je begonnen bent, hè? Als je voor kinderen... Oh, ja. Fijn dat je er was. Dankjewel. Okay. Dames en heren, Siska Peters. Ja, en vanwege die ezel moeten we dat allemaal een beetje nu veranderen. Het beest wil niet weg. Sta ik tegen je aan? Nou, nee, nou. Siska, hoe gaat het met jou? Uitstekend, hè? Ja. Prima. Ja, veel werk. Ja, druk hartstikke bezig. Druk. Voorbereidingen. Ja. Ja, prima. Leuk dat je er was. Oké. Okay, dankjewel. Dankjewel. Siska Peters, dames en heren. En hoe is het met de kleine, Maggie? Fantastisch. Ja? Jouw nieuwe plaat is ook alweer een tijdje geleden. Komt er nou binnenkort snel wat nieuws? Nou, deze is nog niet helemaal uitgeraasd. Hij gaat nog steeds in opwaartse richting, dus we hopen er nog steeds het beste van. Hij gaat nog steeds de goede kant uit, dus dat Dank wordt een knaller. In ieder geval, fijn dat je hier was. Dat hoop ik ook. Fijn dat je hier was. Dames en heren, Maggie McNeil. Dankjewel allemaal. Hartelijk dank.
We kijken naar de score. Nummer 1. Udo, und die Leen, und die Hans. En was zeer schön hoor. Maar nu de meisjes. En de meisjes hebben een minder zwaar lied, wel een hele grote hit. En uit het zuiden van Nederland is speciaal overgevlogen naar Aalsmeer de sympathieke en met een prachtige stem behepte Tony Willee. U kent haar allemaal als de liedzangeres van de laatste jaren van de formatie Pussycat. Ze had een hele grote hit met de andere Pussycats daarmee. En nu gaan wij kijken naar het optreden van Marja, de kleuterleidster, voorleesmoeder, en Annelies, toegepaste huishoudwetenschappen. Hier is Mississippi! Nou, meisjes, meisjes, meisjes. Heel goed gedaan, Tony en Udo. Auch sehr schön gemacht. Staan jullie goed? Hartelijk dank, Tony. Hebben ze goed gedaan, hè? Ja, vind ik prachtig. Goed gezongen. Udo Jurgens, hij is verschrikkelijk druk. En bloemetjes hebben jullie vast. Verschrikkelijk druk met allerlei tournees. Maar hij is tussen neus en lippen toch eventjes naar Nederland gevlogen om onze kandidaten te helpen. Herzlichen dank dat hij naar Holland gekomen is om zwieze nazen en lippen nog even. Dank je. Herzlichen dank. Tony Willee, Pussycat en Udo Jurgens. Vielen dank, Udo. We nemen ons af. Hè?
prachtige weer. En wat jullie deden, dat smaakte naar meer. Die vrije weer nodig, een volgende keer. Hij weet je te vinden, dan gaat hij weer. Nu denk ik finale, nog één keer een rij. Dan krijgen we adem, het is even voorbij. Van hot en ze kwamen van her. Wat zat ik geramd, want wat had ik een ster. Ze gaan weer naar huis, moeten thuis nog in dood. De eigen programma, ze zo van in dood. Ik hou niet van afscheid, het maakt me zo week. Gewoon even zeggen, bedankt dat u keek. Je voelt je een koning, een keizer, een paus. Voor u is zo dadelijk het vetste applaus. En als je niet won, dat maakt je niet uit. Uw prijs komt er anders, schrijf nou maar de buit. Je hebt naar applaus heel de avond verlangd. Het komt er nu aan, jongens, reuze bedankt. Waar u met plezier...